Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 11 mei. Wandel in vrijmoedigheid. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 28, vers 1. Een rechtvaardige heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw. Sommige mensen stralen vrijmoedigheid uit, terwijl anderen worstelen om vrijmoedig te leven als een geliefd kind van God. Ik heb dat probleem gehad totdat God mij een aantal belangrijke sleutels liet zien die mij hielpen om vrijmoedig te leven. Ik wil deze graag met jullie delen. 1. Weiger om in angst te leven. Angst is een epidemie in onze maatschappij. De Bijbel onderricht ons in Hebreeën 10 vers 38 om te leven uit geloof en niet in angst terug te deinzen. 2. Laat tegenslagen achter je. Je bent geen mislukking wanneer je nieuwe dingen probeert en ze niet goed aanslaan. Je faalt alleen wanneer je stopt met proberen. Wees niet bang om fouten te maken en als je dat doet, herstel snel en ga verder. 3. Trek geen vergelijkingen. Vrijmoedigheid zal onmogelijk zijn zolang je jezelf vergelijkt met anderen. Vrijmoedigheid ontstaat door te accepteren wie je bent en je het beste geeft van jezelf. 4. Wees bereid om actie te ondernemen. Onderzoek je hart en vraag jezelf wat je gelooft dat God wil dat je doet en doe het dan. Bid over deze 4 sleutels en vraag de Heilige Geest je te helpen om deze te gebruiken. In Christus en door genade kun je vertrouwen hebben en vervuld zijn met vrijmoedigheid. Laten we samen bidden. Heilige Geest, ik wil dat vrijmoedigheid één van mijn definiërende eigenschappen is. Help mij deze 4 sleutels uit te leven door uw kracht. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.